Vandaag, 8 december, herdenken wij de doden die gevallen zijn in Fort Zeelandia. Mijn dorp, Pokigrong, is afgebrand tijdens de Binnenlandse Oorlog. De broer van Eddie Weiwei, een van onze bestuursleden, is tijdens de Binnenlandse Oorlog met mesteken verwond en met rum overgoten, zodat hij met vreselijke pijn stierf. Remy Matopawiro, die militair is, en Waldo Jameson, ex-militair, beide leden van het bestuur, zijn slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. En hoewel wij weten dat families van 8 december betrokken zijn geweest bij de steun aan de Binnenlandse Oorlog, vinden wij dat het onze morele plicht is om de doden van 8 december te herdenken. Waarom? Omdat we niet willen voortleven met woede, wrok en haat in onze lichaam en geest. Wij willen verder met dit leven. Dat kunnen we alleen als we erkennen dat niet wij alleen leed hebben geleden, maar de families van 8 december ook hun leed hebben. 8 december had nooit moeten plaatsvinden. De Binnenlandse Oorlog had ook nooit moeten plaatsvinden. Om die redenen moeten we onze leed verbinden met het leed van de families van 8 december. En daarom staan we hier. Daarom gaan we de gedenkwandeling lopen, omdat wij als bestuur van het comité slachtoffer en nabestaanden van politiek geweld vinden dat 8 december door iedereen herdacht moet worden, ook door de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. Ik nodig de heer Waldo Jameson uit om de eerste krans te leggen. Hij is bestuurslid. Hij is ook een slachtoffer van de Binnenlandse Oorlog. U moet weten dat wij onderkennen twee manieren om te gaan met leed. Tenminste, om te komen tot gerechtigheid. Een van de manieren die mensen willen is het strafproces. En daar hebben ze vrijheid in. Daar kunnen we niet aankomen. We zijn vrij om dat te doen. Wij hebben gaarne dialoog en waarheidsvinding om uiteindelijk te komen tot waar wij willen komen. Waarom liever die dialoog dan het proces? Ik geloof dat wij als iemand gestraft wordt, zeg maar iemand naar de gevangenis gaat, dat die na 10 jaar eruit is, dat hoeft nog niet te betekenen dat die persoon die naar de gevangenis is geweest, met de mensen die dus dat proces hebben geleid, in vrede zullen leven. Dus ik geloof dat je ook na een straf uitgezeten te hebben en nog steeds geen vrede is en dat jullie niet met elkaar niet door één deur hoeven te gaan. Maar we hebben dat nodig in Suriname. We hebben nodig om met elkaar te kunnen zitten om verder te kunnen gaan met de opbouw van het land. En ik wil meneer Sylvester uitnodigen om een bloem te leggen aan Potin Douar. Hij is vader van een militair die verdwenen is, of tenminste die vermist is geraakt tijdens de Binnenlandse Oorlog. En tot vandaag weet hij niet wat er met hem gebeurd is. Staat deze beweging achter die amnestie die gegeven is aan de verdachten van deze schendingen van mensenrechten? Wij willen verzoening, wij willen dialoog hebben om te komen tot die vrede. En amnestie is een van de middelen waarmee je zeg maar de weg kan openen voor waarheidsvinding en dialoog. Dat zou dus betekenen dat de schuldigen niet bestraft worden van beide kanten? Wij zijn voorstander van dialoog. Maar je kunt toch ook zeggen en-en, bestraffen en dan daarna een vredespad bewandelen? Ook de amnestiewet kan daar een oplossing voor vinden, toch? Zou het niet beter zijn als ook de mensen die het leed hebben veroorzaakt van de mensen van uw comité, dat ook zij bestraft worden? Wij zijn er overheen gestapt. We zijn op een punt gekomen waarbij we zeggen, ook al zouden ze nu gestraft zijn, het helpt ons niet meer. Het beste voor ons is dat we in vrede met deze mensen leven. Als je bij de dag van verzoening, de dag van rouw was, dan zult u zien dat ik met Brunswijk naast me heb gezeten. Deze meneer Eddie Weiwei, zijn broer, is door de mannen van Brunswijk kapot geschoten. Op een wrede manier vermoord. Hij is lid van Brunswijk, zijn politieke partij. Begrijpt u? Ik heb een neefje die trainer is voor de Intermongotapo. Ik bedoel, we moeten met elkaar in vrede leven. Als ik moet kijken naar wat allemaal gebeurd is in Pokigrong, met mijn mensen,
En wat allemaal gebeurd is in, tijdens die Binnenlandse Oorlog, de woorden, de dingen die gebeurd zijn. Dan zou je zeggen, ja, straf ze allemaal. Gooi ze allemaal in de bak. Maar als ze eruit zijn, dan heb ik die vrede nog niet. Ik denk dat het makkelijker is, beter is als we met deze mensen in vrede leven, dan dat we deze mensen de gevangenis instoppen. Ze komen eruit en wat doen we dan verder? Maar dan lopen we nog steeds langs elkaar heen. Dan kunnen we nog steeds niet met elkaar aan de vooruitgang van Suriname werken.